Ja, zoals jullie kunnen zien, is het tijd voor Salat al-Fajr. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm al-Din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabah al-Khair, deze gezegende vrijdag. Ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat. Ik ga vandaag proberen een dagje te vloggen. Eventjes uitproberen. Misschien is het wat, misschien is het niks. Nou, het is vrijdag vandaag en ontzettend belangrijk dus om alles in teken te zetten van Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe gaan we dat doen? Door als allereerste de ghusl te doen. Van boven tot beneden de volledige grote wassing te doen. Dat is de sunnah van de profeet, vrede zij met hem. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst maar eens even koffie zetten. Nou, wat hebben we eigenlijk allemaal nodig? We hebben de koffie natuurlijk nodig, capsuletje. De melkopschuimingspitch die we kunnen gebruiken voor de melk om op te kloppen. Een beker natuurlijk en volle houdbare melk. Dit is hoe ik hem in ieder geval maak. Een beker op zijn plek zetten. Het is echt gek voor mij om door een camera heen te kijken. Ik zie al slecht, toch? Dus ik kan niet helemaal inschatten waar mijn hand moet zijn. Dan doe ik de capsule erin. We zetten de koffiemachine aan. En het eerste wat hij dus gaat doen, is hij gaat de espresso shot voorbereiden. Een espresso shot bereid je eigenlijk voor door met een bepaalde druk een klein beetje water door dezelfde hoeveelheid koffie te doen als voor een volle beker. Wat hij dus nu heeft gedaan, is hij heeft al een derde aan koffie erin gezet. Nu komt er een derde warme melk bij en een derde melkschuim. Nou, hoe gaan we dat dan maken? We zorgen ervoor dat er een goede hoeveelheid melk in de pitcher zit. Ik doe dit vaak een beetje op gevoel. Iedereen moet nog een beetje kijken wat ze zelf chill vinden, weet je wel. Nou, als ik dit zo heb gedaan, voel ik het zo aan. Denk ik, kan nog een klein beetje meer bij. Yalla. Dan zie je hier een staafje. Dit staafje gaat het helemaal opkloppen. En dat gebeurt eigenlijk door middel van heet water, dus een beetje stoom. Alles met één hand vandaag, niks laten vallen. Want woont hier precies niemand anders dan ik, dus dan mag ik het gaan opruimen. Je ziet waar hij bezig is. Je zorgt alleen wel voor dat de staafje een beetje in het midden zit altijd. Zodat er een goede laag van schuim ontstaat, anders krijg je oneven schuim en dat is natuurlijk echt hartstikke lelijk. Dan zie je deze mooie laag. Deze laag heet de crema laag. En de crema laag, dat is dat lichtbruine, dat zorgt er dus eigenlijk voor dat de smaak van de koffie nooit weggaat, weet je wel. Dan, als je het een beetje gaat schudden, dan gaat die laag ook overal aan plakken, zie je dat? Dat je aan de zijkant gaat plakken. Dan breek je de crema laag eigenlijk. En dan moet je niet te veel doen als je een goede cappuccino wilt. Zie je hoe mooi, dit gaat zichzelf helemaal schoonmaken, kijk maar. Zie je, gruwelijk toch? Alle bubbels eruit. En dan is het gewoon een kwestie van goed schenken. Allah. Ah, kijk eens hoe mooi. Ja, ja, daar betaal je gauw 3 euro voor op een terrasje. Nu hebben we dus eigenlijk een klein kwartiertje. Dus ik ga snel douchen. Maar klaarmaken, want Hajir staat meteen voor de deur. Alhoewel denk ik dat deze afgaan te laat komt. Maar hey Geer, nergens van uitgaan. Wij moslims moeten sowieso proberen om op tijd te komen. En dan gaan we door naar Arbi en dan vanaf daar gaan we door naar de masjid. Dus we zijn uit de douche gekomen en een aantal dingen die je eigenlijk moet weten als je de grote wassing aan het doen bent, is je moet het doen met de juiste intentie. En als je de juiste intentie hebt, dan vind je precies in de beneden in de bio wat de juiste stappen zijn en hoe je zo goed mogelijk de sunnah kan volgen bij het doen van de grote wassing. En de grote wassing doe je op ieder moment wanneer je bijvoorbeeld een sunnah wil vervullen. Voor het eetgebed of voor Salat al-Jum'ah, dat zijn hele belangrijke momenten. Als vrouw zijnde komt daar ook nog eens je maandelijkse periode bij. En als man zijnde, iedere keer wanneer jouw lichaam mannelijkheid bereidt, of je hebt gemeenschap gehad met jouw vrouw, of je hebt specifieke dromen gehad, dat geldt voor mannen en vrouwen, allebei moet je dan de ghusl doen, de grote wassing. Nogmaals, hoe je het moet doen, vind je hier beneden in de bio. En voor mijn broeders, alsjeblieft vergeet niet om lekker te ruiken als je naar de moskee gaat. Nu is deze parfum gewoon lekker cheap, van de Zara is gewoon 17 euro of zo. Lekker cheap, maar wallah, dit is echt gruwelijk. Midnight Blue of zo, zoals die heet. Ja, niet dat zij me hiervoor betalen. Maar je hoeft dus niet echt idioot veel geld uit te geven. Wil je lekker ruiken? En je komt op bezoek bij Allah. Dus je mag echt wel een beetje moeite doen met je geur. Come on, man. Sort yourself out, broeders. Wat doe je? Kan je niet rijden, joh? Kan je niet rijden? Dit weer lang met jou, man. Salam alaikum. Luister, hoe dat stond je op? Hoe dat stond je op? Eerlijk zeggen, eerlijk. God luistert. Ik gok
10 uur. Oké, okay. Hoe laat hadden we afgesproken hier? 10:30. Dat ga je toch never nooit halen, had je wekker gezet? Nee. Hoofdpijndossier. Onleden hoofdpijndossier. En meer dan ik. Ja, maar ik moet ook meer in frame dan jij. Als dus mensen te lang naar je ochtendhoofd kijken, gaan ze nog wegklikken ook nog. Mijn ochtendhoofd ziet er kapot goed uit. Allah me berk, I woke up like this, right? Ja. Hashtag 2014. Hashtag blast. Nou, geloof dus me, mensen kunnen... gebruiken hem nog steeds. Want I woke up like this. Ja. Ik geef ze groot gelijk. God heeft je geschapen zo. Be proud. Ja, sommige mensen iets minder. Waar moet ik heen? Rechtdoor. Wat is rechtdoor? Rechtdoor is hier gewoon recht. Er is geen rechtdoor. Het is hier gewoon. Hoe is het? Is deze weg volgen toch? Nee. Als je een weg volgt, dan ga je toch rechtdoor. Je gaat niet in de fietspad. Dit heet gewoon rechtdoor. Het heet geen rechtdoor. Dat heet gewoon met de bocht. Luister, als ik aan het lopen ben over de stoep, ga ik rechtdoor. Rijke auto, heb ik rijbewijs? Waarom niet rijbewijs? Waarom heb ik geen rijbewijs? Ik zou het echt niet weten. Heb jij enig idee? Geen flauw idee waarom niet. Welkom in de kamer. Na de podcast gaat niet meer door. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoe is het alweer? Alhamdulillah. Barakallah. Bismillah. Assalamu alaikum. Ik als Somaliër kan echt gruwelijke Marokkaanse thee maken. En deze Marokkaan bevestigt het zelf. Echt waar. Mashallah, echt. Ik dacht vroeger dat ik veel wist. Wat? Hou gewoon even 2 seconden in je mond. Mag ik even mijn complimentje? Dankjewel. Elke keer moet jij zo... Je krijgt ook complimenten. Rustig, sahbi. Ja, snap je. Ga verder, habibi. Ga verder. Wacht. Het licht is niet mooi zo. Ga zo. Zwaar klaar. Wel, als Marokkaan, ik identificeer me als Marokkaan en ik kan bevestigen dat Aghi Mohammed echt gruwelijke thee kan maken, Marokkaanse thee. Het tast zelfs mijn eergevoel als Marokkaan aan. Ja. Dus wie is jouw leraar als het gaat om thee? Wie is jouw leraar? Hoe is de baas, man? Hoe is de teacher? Mohammed. Ja, ik geef je zo meteen die 50 euro, zal ik? De kunst is eigenlijk, als je water al helemaal gekookt is, om niet te lang op het vuur te laten staan op te hoog, want anders verdort je munt gewoon. Kom op, man, dat is de gouden tip. Allah. Luister jongens, we moeten echt gaan karren, want we hebben nog maar een klein half uurtje en dan begint Juma Hajir. Yalla, bedelaan! Hoezo schreeuw je? Ja, omdat je om moet schieten man, wat doe je rustig? Ja, lekker rustig zo. Allah ja Rab. Leuke muziek opzetten. Ja, toch voor wat. Dit zal echt niet zorgen voor negatieve comments. Ik denk dat jouw hoofd genoeg is voor negatieve comments. Ja, maar nee, ja. Rij af wat, als jullie rijden, rij gewoon. Rustig. Eindelijk aangekomen in het huis van God. En nu woelen we. Let's go. Bismillah, assalamu alaikum. Het eerste wat we gaan doen is 2 rak'a sunnah hier bidden. Puur om de moskee te groeten. Neem je tahiyyat to masjid. Het toffe is aan de middenweg, is nu heeft iedereen Juma gebeden en dan komen ze hier beneden eigenlijk om even koffie, thee te drinken, de broodjes verkocht. En zo chillt iedereen hem altijd eventjes daarna. Hajir, ben jij naar de moskee? Bid jij? Nee. Maar bij die programma's, die moslims zoals moslims bij elkaar en zo, die moslims samen. Wij zijn moslims, daar zei je nog kerk wel, maar moskee wel. Dat zei ik niet. Bashar, geef eens een Arabische pick-up line. Hoe verzie je vrouw in het Arabisch? Halal, yani. Bhebbek ya omri, moed fiki ya albi, bi'ashaik ya dinieti, aruh li tfidwa ana, aruh li tfidwa. Oké, dus als je wil weten hoe je in het Arabisch vrouw versiert, deze zinnen leren, naam. Nog een keer. Ma'ana. Je bent mijn leven. Ik hou van jou. Hoe zeg ik hou van jou in het Arabisch? Hibbik. En hoe zeg je hoe je bent mijn leven? Ja, omri inti hayati. Ja, omri inti hayati. Oké, halas. En ba'da gewoon nika. Meteen gewoon. Eventjes.
een reclameblokje, want we willen allemaal geld verdienen en het maken. En ik heb besloten net dat ik een officiële influencer ben. En daar horen ook reclames bij. Dus even een klein beetje uw aandacht. De sponsor voor deze video is Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die ons heeft geschapen, armen, benen, ogen, oren en geld heeft gegeven. Dus wat je ook doet, zorg ervoor dat je hem niet boos maakt. Ik hoop dat het nuttig was en dit is de beste reclame die je ooit in je leven kan hebben. Het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Karim is momenteel een boodschap aan het schrijven. Voor wie? Voor mijn broer Mohammed en mijn sister Amir. Want ze gaan mogen trouwen, maar mogen nikah hier in Ramadi. En wij denken ook aan cadeautjes. Luister dan. Als ik ga trouwen, ik ga expres een super groot feest houden. Weet je waarom, Karim? Dat er meer tijd voor mij is. Nee broer, eigenlijk veel cadeautjes. Bruh. Snap je? Enveloppen met geld, weet ik het. Gewoon, ja, toch? Daarom trouwt iedereen toch? Maar ik krijg niks. Het gebeurt wat je nu. Ja, maar daarom ben je ook niet uitgenodigd. Heb jij een briefje ontvangen? Nee? Huh? Heb jij al uitnodiging ontvangen? Al lang, broer. Nee, ik weet niet van wie je die hebt gehad, maar dat is niet die van mij. Ja. Broer, ga je nu gewoon niet voor de camera komen of niet? Staf, broer. Kijk hem met zijn motorjekje. Waarom moet je dit precies aan? Wil je iedereen showen dat je motor rijdt? Nee, ik ben gewoon kasten, toch? Ze komen net zo breed voor de show. Dus ik ben hier met Mohammed en is mijn buurjongen, bij de way. Dat weet je dit ook voortaan. Ja, zeker. Je wordt vaker in de vlog. Inshallah. Mohammed, je gaat morgen trouwen, broer. Inshallah, ja. Wat is het gruwelijkste advies dat je iemand kan geven die nu aan het twijfelen is? Hoe weet je zeker of het de juiste persoon is? Hoe weet je zeker of de juiste persoon is? Dat is een beetje een moeilijke vraag. Okay. Maar wat ik wel wil meegeven aan iedereen is, het begint allemaal bij eerlijk zijn. Ik denk dat als je eerlijk tegenover elkaar kan zijn, ook over jouw verleden, ook over misschien wat mindere momenten die je hebt meegemaakt, ook hoe jij de toekomst voor je ziet, hoe je het heden voor jou ziet en ook hoe jouw verleden was. Mm-hmm. En dat als je dat van allebei de kanten kan doen, ik denk dat je daarmee dan een hele grote sprong hebt gemaakt. Want uiteindelijk deel je het leven met elkaar. Ja, toch? En dan is het belangrijk dat je al vanaf de basis een vertrouwen hebt gebouwd. Mm-hmm. Waar je kan op doorbouwen. Ja, waardoor precies. Je op een gegeven moment ook weet van elkaar. Dat je niet voor verrassingen komt te staan terwijl je nog niet getrouwd bent. En dan morgen in één keer hoor je, ja. Ik heb al 6 kinderen van een andere vrouw, bij wijze van. Nee. Maar het kan ook heel hoe noem je dat? Normaal, minder, generic. Minder zijn dan dat. Het kan al zijn bij dat jij je voordoet als iemand die bijvoorbeeld nergens moeilijk over doet. Mm-hmm. En eigenlijk ben je wel iemand die heel erg picky is. Ja. Dus dan doe je van om leuk over te komen. Dan doe je helemaal nergens moeilijk over. En dan komt het duidelijk en daarna krijg je die ruzies, want uiteindelijk bleek je wel picky te zijn. En dan zegt ze, je bent echt veranderd. Je bent echt veranderd, maar je bent niet veranderd. Je speelde gewoon, je had een masker om in de tijd ervoor. En begin gewoon heel eerlijk te zijn tegenover elkaar. Wie ben je? Uit dat, tuurlijk doe je tegenover elkaar ietsje anders, ietsje beter, ietsje leuker en zo. Maar hou dat wel op zo'n manier dat je wel gewoon eerlijk tegen elkaar bent. Thanks man, echt gruwelijk advies. Inshallah. Je mag gelijk jullie zegenen, broer. Barakallah. Ik vind gewoon dat het weer tijd is voor een kopje koffie. Omdat we dat gewoon hebben verdiend. En met dit apparaat ben je gewoon lekker efficiënt. Je zet gewoon twee tegelijk. Je drukt op dit knopje hier ook en dan op cappuccino. Saha wa raha. Kijk eens gewoon jongen, zo altijd een detail, hè. En dat allemaal gewoon in de moskee. Koffietijd. Kom lepel. Wat noem je mij de hele dag? Ongetrouwde Mo. Waarom noem je mij zo? Nee, kijk, er zijn te veel Mo's, dus ik moest iets voor jou hebben. En ik dus, dacht, jij bent niet getrouwd en je heet Mo. Broer, jij gaat morgen trouwen. Heb je puur alleen omdat je die zegening hebt gekregen van Allah? Ja. Moet je met jouw broer die zegening nog niet heeft gekregen, maak dua voor mij alsjeblieft. In plaats van dat je mij gaat lopen haten en dissen hier zo. Mohammed, mogen Allah jou zegenen. Allahumma, stop er een beetje moeite in doen. Ik wil huilen, habibi. Wacht, even traan doen, wacht. Bismillah. Ja, mogen Allah jou zegenen met de beste vrouw. Amin, ya Rab. Op aarde. Amin, ya Rab. Ja, Allah, ya Rab. Ja, Allah, ya Rab. Ja, Allah. En nu die crisis imam, yani. Ja, ja, Allah. En dan slaan. Ja. Ze gaan een die Marokkaanse imam die zien we die mimbar, dan gaat hij die hele. Ja, Allah. Ja, hij slaat binnen die muur kapot. Ja, Allah, hij breekt hem gewoon. God tijdens godba. Allah. Dus morgen de grote dagje. Hoe ziet het eruit? Waar gaan mensen zitten? Mensen gaan zitten op stoelen die aan tafel zijn. Onder andere hier in deze ruimte, dat is een diwaniya van de middenweg. Mm-hmm. Sedaria's, zelfs tv's kunnen gewoon in plaats van dat ze naar jouw gezicht hoeven kijken, kunnen ze gewoon Netflix. Dan zetten we daar een Netflix voor. Hey, ja. Als je daar geen zin in hebt, die kan dan daar kijken. Oké, okay, jalla. Dan doen we daar, hoe heet die? La Casa de Papel. Oh, La Casa de Papel. Gruwelijk. La Casa de Papel, omdat dat mooi klinkt. Ja, het klinkt wel gangster, ja. Dit is de diwaniya. Hey, ja, dat is ruimte 1. Dit is de lobby. Dit is de lobby, het ziet er nog chaotisch uit, morgen is die netjes. Oké. Okay. Hier passen ook een stuk of 60 man. Ja, joh. Ach, we gaan ook de tuin gebruiken.
We hebben daar die ronde tafels en de witte stoelen. Oh, dat ziet er echt gruwelijk uit, man. Aan deze kant wordt er een houten theme gemaakt, maar dat moet nog opgeruimd worden, dan komt het helemaal goed. Ja, je moet even gaan belichten volgens mij, want dit is echt niet te doen anders. Ja, ja, ja. Maar hier gaat het allemaal gebeuren. Aan die grote stoel, daar ga ik en de bruid zitten. En dan gaan we daar zitten met onze families. En dan gaan we alle gasten en genodigden en geliefden. En... Waarom heb je niet gekozen van een zaal van 8000 euro? Als ik doekoe zeg, is dat, is dat dan een verkeerde antwoord voor jouw vlog? Nee, omdat wij de taqwa en... Iman en moslim en de houden van Allah. Maak zelf de zinnen, dit zijn de woorden. Dit is gewoon mijn tweede thuis, mensen. De middenweg. Love this place. Mensen, wijze les, laat nooit zomaar onnodig haren en nagels liggen, tenzij je echt zeg op je wil. Oké? Okay? Je hebt die stukje gefilmd, vriend, dat ik die nagels vind. Nee. We hebben net nagel van mij ergens gevonden. Ik neem hem mee. Ik verstop hem. Niemand pakt mijn nagel. Jongen. Oké, komt ie hoor. De kokka. Wat ben je aan het doen, man? De kokka. Kijk, we hebben bicep. Kijk dan. Oh, mijn bicep. Oh, yo, SNL's broeder. Papa, lang werk. Mijn bicep. Respect me, brada. Luister mensen, de hele visie is ondernemers, moslimondernemers ondersteunen. Ja? Wees niet gierig met je doekoe. Als je iets gaat kopen, koop het bij je broeders en zusters. Wijze woorden van Mo Bicep. Delen is... vermenigvuldigen. Aangekomen bij de Basic Fit. Gaan kast worden met deze mashallah broeder. Mashallah broeder. We zijn gezegend met de aanwezigheid van de Ustad en Hashem Sadeen. Dit is dus Ayoub. En Ayoub is mijn fitness buddy. Slash broeder. Ewa, eindelijk ben je er. Dat is vandaag vooraan les, duurt een beetje lang met jou. Ja. Zo zie je, maar doen hier eigenlijk allebei is belangrijk. En Ayoub is vaak ook degene die je achter de camera ziet. Dus je ziet niet veel van Ayoub, maar je weet in ieder geval dat als er wat online staat, Ayoub de hoogste waarschijnlijk iets mee te maken heeft. Ik heb er sowieso wat mee te maken, altijd. You made me who I am, right? Ja, precies. Waar zou je zijn zonder mij? Zeg. Allah, weet je waar ik zou zijn? Ik ben bang dat ik niet op een goede plaats zou zijn zonder jou. In Somalië, toch? Wauw, alsof Somalië geen goede plaats. Ja, ga naar Tunesië, ga. Dit is broeder Suleiman. Suleiman is, ik heb hem ontmoet op mijn reis in Palestina. Je kan de vlog ook daarvan zien. En Suleiman heeft echt een zieke business. Ach, je vertel, want het model vandaag is eigenlijk ondersteunde moslim ondernemer. Dus wat doe jij? MTL letselschadebedrijf. Letselschadebedrijf. Dus als ik word aangereden door iemand, kan naar jou toe, kunnen we doeken vangen. Ja. Mocht Allah je best een zegen en risk geven. Allah, inshallah. Inshallah. Je kunt al zijn informatie hier beneden vinden. God bless you. Dankjewel. Voor mijzelf nou, om de dag bezig te gaan. Het is één dag wel, sporten, één dag rust. Maar één dag wel en één dag rust. En hopelijk gaan we over een paar maanden gewoon een zwaar verschil zien, beste mensen. Hetzelfde als met bidden, met draag voor hijab, beginnen en vasthouden die handel. Oké, hier ga ik het gewoon bij laten. Het is een lange dag geweest, terug van de gym. Ik ben helemaal kapot, alhamdulillah. We hebben in totaal meer dan 2,5 uur bijna gesport. We hebben gewoon echt kapot gemaakt. Alhamdulillah, echt grote zegening. Het laatste wat ik je wil meegeven is als je thuis komt en je hebt tot laat gesport, vergeet je salaam niet. Het kan niet zo zijn dat je wel aan al die dingen wil gaan werken. Je wil samen succes in deze wereld. Maar je hebt niet even tijd om te bidden voor Allah subhanahu wa ta'ala. Echt. Mocht Allah jullie allemaal barmhartig zijn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.